Kobayashi. Toch wat meer voetballend. Kobayashi. Kobayashi. Dumfries. Geboren Rotterdammer. En opnieuw Kobayashi. Al zit Jurgensen hem inmiddels wel op de hielen met vijf. Larsson. Komt veel naar binnen toe, zoals Berghuis dat aan de andere kant natuurlijk ook doet. Goed, kort weggedraaid. Kobayashi, zo is hij El Amadi kwijt. Kobayashi. Jones. En weer ligt er veel ruimte bij Kobayashi, die nu wordt gevonden door Haan. Dumfries is ook weer mee naar voren. Die scoorde afgelopen weekend nog fraai met het hoofd. Hier is een kans. En daar kan hij er ook in. Kobayashi komt vrij en vraagt om de bal. Kopt met zijn schouder. Kobayashi. Sterk ingegrepen Tapia. Mooi geopend door Schaars. Kobayashi. Daar is het gevaar weer dat Dumfries heet. Van Amersfoort. Schaars. Kobayashi. Overtreding El Amadi. Maar de afstand flink. Dik 30 meter dus. Kobayashi. En toch niet onaardig. Schaars. Kobayashi. Is goed gespeeld. Goeie bal. En dan is er bijna de mogelijkheid. Kobayashi. Geen goede aanname. Ook nu draait hij weer goed knap weg. Kobayashi speelt een prima eerste helft. Blom had hier toch ook de voordeelregel kunnen toepassen. Is erg snel met zijn fluitsignaal. Lucas Woudenberg gaat nog even door met zijn warming-up. Kobayashi. Dat overkwam hem in de eerste helft. Niet vaak dat hij de bal zo verspeelde. Jurgensen. Overgenomen door Kobayashi. Hier doet hij dat niet. Dumfries. Kobayashi. Het is dus wachten op de wissel aan de kant van Heerenveen. Woudenberg voor Schmid. Dumfries. Kobayashi. Dat verlengt tot bij Dumfries. Ja. Duel met Kobayashi. En nu is hij er langs. Malasia. Maar is zijn voorzet. Ja, had hij daar misschien nog wel iets meer tijd voor kunnen nemen. Larsson is de bal kwijt. Hier gaat Van Amersfoort weer. El Amadi, vastgehouden door Kobayashi, het duel om de bal. Kobayashi. Je verwacht dat hij naar zijn linker gaat, dat deed hij daar nog niet. Kobayashi, vaak daarbij betrokken, makkelijk in zijn passing. Maar niet de macht hier om er nog eens overheen te gaan bij El Amadi. Nou ja, noem het maar een kans. Dumfries gooit zich ervoor. Malasia. Malasia. Larsson komt dan vaak juist naar hem toe. Maar zit er geen diepte in het spel van Feyenoord op de linkerflank. Bereikt alleen Reza niet. Tapia. Merkwaardig guit verdedigd. Kobayashi. Kobayashi. Boetius gaat zo dadelijk in de ploeg komen bij Feyenoord. Gaat Heerenveen dan weer een punt pakken in de Kuip?